kijken? Hoezo? Zo, nou, de post. Wat? Even zien, ja. Klopt. Post voor post natuurlijk. Nou, ik vind het dol fijn. Leuk. Om jou te kennen en al mijn gedachten met jou te delen. Zodat ik me wat minder eenzaam voel, je goede vriend. Goed, dat doet Post altijd aan zichzelf. Die stuurt aan zichzelf. Echt waar, mevrouw? Ja, ja, dat is een leuk idee. Ja, dat hebben we hiervoor. Dat is voor Faber. Faber. Even kijken, het lijkt alsof ik dat handschrift ken. Nou, zullen we het zien? Eens even zien. Ja, inderdaad. Liefste Max, soms denk ik aan jou en wil ik je schrijven. Dat doe ik dan ook maar bij deze. Nou ja, dan staat er verder zo ongeveer hetzelfde in als altijd. Dat is weer van die mevrouw, weet je wel. Dus nou ja, daar heb je er al zo verschrikkelijk veel van. Van Zijl, even kijken, wat zegt hij nou? De nabestaande van Zijl. Ja, de nabestaanden van Zijl. Nabestaanden. Wie zijn dat dan? Nabestaanden. Ja, ja, weet ik niet. Ik weet niet wie er na mij nog bestaat. Spannend. Oh, ik snap het al van Zijl. Ja, 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 ik snap het al. Gelet op het overlijden van de heer L. van Zijl komt een verzoek om... Oh, goed zo. Om terugzending van in eerdere correspondentie namens onze boekenclub. Vermelde titels van de zogeheten kroonboeken te vervallen. Ja. Oh, dat is goed, dat is goed. Dat is dus gelukt, Van Zijl. Heel goed. Ja, ja. Restitutie van genoemde titels zal onder terugvorderbare bedragen als... Hey, niet invorderbaar worden aangemerkt als hieronder vermeld. Nederland in vogelvlucht. Goed zo. Ja, maar dat is leuk. Grote encyclopedie van kleine dieren. En de kat... Huisdier of roofdier? Ja, dat is leuk. Oh, nou, ze hebben je overlijden geaccepteerd. Heel goed, en nou mag je het dus houden. Oh, en je hoeft niet te betalen, nou? Dan is dat trucje toch gelukt. Wow. Goed zo. Oh, dat is goed zo. Dat is gefeliciteerd. Ja, dat is goed. Dat is heel leuk. Ik moest wel eens van je lenen, die boeken. Ja, weet je, wat prachtig is, het mooiste boek eigenlijk van de drie, dat is het kattenboek. Het kattenboek. Ja, want je ziet ze soms boven hun melkbakje staan, dan zijn het soms net tijgers in de savanne. Ja. Ja, je bedoelt in dat boek. In dat boek, ja. Nee, natuurlijk niet. Want echte katten die komen bij je op schoot zitten en lekker zitten spinnen en kopjes geven en alles, hè. Nee. Nou, eens even kijken. Beekman. Oh! Ja, dat is voor jou, hoor. Ja, we hebben even een paar weken gewacht. Totdat we voor iedereen iets hadden. Even zien. Lieve opa, dank u wel voor de doos klei. Oh, had je dat gestuurd? Ja. Oh, leuk. Dank u wel voor de doos klei. We hebben foto's gemaakt en we hebben die zelf ontwikkeld. Papa heeft een donkere kamer gemaakt, waar eerst uw logeerkamer was. Even kijken. Wij moesten lachen om wat u over die hoofdzuster vertelde. Soms spelen we dat... Ik u ben, en dan doet Jannetje de hoofdzuster. Met dat griezelmasker uit Harry Potter. Oké, goed. Ja, zijn kinderen. Hoi, Tai, opa, Menso en Jannetje. Goed zo. Leuk. Die hebben we ook weer gehad. Dan gaan we nu naar... Oh, die is gewoon voor ons van het VOZZG. Oh. Ja, die is waarschijnlijk... Gewoon gaat dat over... Volgens de nieuwe richtlijnen van het VOZCG en de afvloeingsregeling vallende onder de algemene wet bepalingen AWBZC na herhaaldelijk verzoek onderstaand in te willigen met toewijzing aan verzorgingshuis Sint-Hubertus, hierna te noemen de werkplek, een nieuwe stagiaire. Dit te vervangen van de tot dusver opgenoemde werkplek werkzaam maar ik, oude ik was toch de nieuwe stagiaire? Ja. Of ben ik nou de oude stagiaire? Ja, nu. Wat staat er nou in die brief? Ik begrijp er niks van. Ik ook niet, snap er niks van. Nou, er zijn nieuwe richtlijnen van het VOZCG. Ja, ja, die hebben altijd nieuwe richtlijnen. Ja, nou ja, Rita gaat gewoon weg. Er komt gewoon een andere Rita.
Wanneer dan? Nu. Hebben ze dat voor de 62G besloten? Waarom? Ik lees dat toch? Waarom dan? Nou ja, dat gebeurt. Dat dus nou moet ik er weg. Dat betekent gewoon dat je nou je spullen kan gaan pakken. Dat staat erin. Ja, en een bedankje kan er helemaal niet af, hè? Als je zo die brief leest. Een bedankje van het VOZCG. Het is een standaardprocedure. Nu je spullen pakken. Ja. Okay. Als ze eenmaal heel erg efficiënt en vlot worden, dan zijn ze heel efficiënt en vlot. Dus je moet ik Ja, nee, ik ga dan nou mijn spullen dan pakken. Maar nee, ik vind het anders wel gek dat het zomaar moet. Stomme sukkels. Mijn kleine zuster komt niet meer terug. Ik kan het even... Ik ga even naar mijn kamer. Nou, ik denk dat ik ook even een... Ik ga maar even naar mijn kamer. Een tijdje op mijn eigen kamer. Ja, precies. Ik ga iets doen. Ja, ga maar wat doen. Ja, het komt ons nou toch een beetje als een koude douche op ons dak vallen, hè? Vrouw Bos? Ja. Nou, dan word je eindelijk gedoucht. Gewoon een nieuw fris gezicht. Ja. Ja. Ja, dat weten we nou, ja. God. Als je een huisdier uit het asiel haalt of zo, dan ga je hem toch ook niet terugbrengen na een dag. Ik snap het niet, hoor. Tot een andere keer dan maar. Ja, een andere keer. Maar ja. Noem maar zo, denk ik, zo heb je een baan. Ja. En zo ben je me weer kwijt, zo hoor. Zo is dus, hij weer weg. Maar ja, daarom. Daarom, dat kan je toch niet tegenhouden. Je houdt het niet tegen. Je houdt het niet tegen. Je houdt het niet tegen. Wel, nee. Dat is toch ook zo, daarom. Ja. Ja, hoor. Nee, dat gebeurt. Het gebeurt gewoon zo. De ene keer heb je werk en dan zit je niet. Er weer zonder. Dat zo gebeurt. Gaat. Dat overkomt je. Moet jij niet de andere mensen ook nog afscheid van nemen? Ja. Nou dan. Andere mensen? Nou dan. Ga ik het nu doen? Ja. Ik had het gewoon niet verwacht, weet u. Ik stond daar opeens. Kom opeens, die brief. Nou, ik dacht... Nee, maar je moet maar zo denken, zo'n VOZCG, dat is zo'n grote, één grote radertoestand, nou, wat er allemaal... Dat lijkt net eigenlijk op wat te horen, hoge heren in Den Haag, wat die ook over ons, weet je ook, kun je door de bomen vaak het bos niet meer zien, dan is er een wet voor dit, dan is er weer dat. Dan is er weer dat... verkiezing of zo. Ja. Dat hou je gewoon niet bij. Nee. Ik zat toch te denken, als u in de stad komt, hè, want u gaat nou straks toch de stad in. Daar denk ik wel. Er zit daar vlakbij, je hebt dat busstation. Ja. Daar zit de kattenboot. En ik zou willen vragen of u dit, want toen ik, voordat ik hier naar dit verzorgingstehuis toe kwam, toen heb ik dus mijn katten heb ik daar dus af moeten geven. Maar ik heb al een hele tijd, zeg maar na 2-3 jaar, heb ik eigenlijk, ik heb dan af en toe nog wel eens een kaartje naar de katten gestuurd. Van hoe het hier was, maar ik krijg eigenlijk nooit post of zoiets terug. Dat is wel, ja, dat is wat raar. Ja. Nou ja, misschien hadden ze geen tijd even. Nou, ik heb zo zitten denken. Eigenlijk is het goed dat je weggaat. Nou... Het is gewoon alleen maar goed. Eigenlijk is het toch goed, want wat moet jij nou hier? Nee, want die mensen zitten toch ook alleen maar te zeiken hier? Ja, nou. Is het waar of niet?
Hè? Nee. Ik kan toch geen normaal gesprek voeren met die lui? Nou, met meneer Faber wel. Maar meneer... die Faber zegt toch ook alleen maar van... paardenslagen. Ja, dat... Ja. Dat is voor mij niet leuk al. Nee. Dus wat is dat dan voor jou? Je moet eruit. Ja, ik... Ga eruit. Ga je moet niet in een situatie blijven zitten waar je niet gelukkig bent. Ga eruit en mensen zitten hier met te zeiken. Ik heb ook mijn hele leven ben ik gebleven in situaties waar iedereen zat te zeiken. Ja. En jij moet gewoon weg. Ja. Weg. Gewoon weg de wijde wereld in. Precies. Ik red me hier nog wel. Zolang ik hier nog stiekem met mijn jenever kan drinken en mijn wietje kan roken. Ja. Dan ben ik... Nee, maar daar had ik nog even over nagedacht. Ja? Ik maak me een beetje zorgen. Ja? Want ik kan nou niet meer dat stiekem voor u meenemen. Nee, maar ik heb nog 6 flessen. Ik heb... 6 nog? Ja, ik heb nog... Oh, dus u kan nog wel even... Moet je drinken? Vooral, ja, leuk. Waar is... Oh, hier is de glazen. En dan met die wiet, die stuur ik dan weer gewoon op. Gewoon op de post. Want die zuster, die heeft het toch niet door dat u dat zelf niet denkt. Zij denkt dat u dat zelf ja. is. Die ja. heeft dat toch niet door. Doe ik Proost. Proost. Zo. Dit kan je meenemen. Mm-hmm. Hè? Wat is dat dan? Hier staat in hoe je hebt gefunctioneerd. Nou, dat kan ik dan beter hier laten. Nee, dit is helemaal niet zo ongunstig. Nou, alsjeblieft. Zo. En dan moet je maar zien of je in dit werk verder gaat of niet. Hè? Aan mij zal het niet liggen. En aan de ene kant mag je blij zijn dat je nu gaat, hè? Dat er nog niemand dood is gegaan. En aan de andere kant is het misschien ook wel eens aardig om dat mee te maken. Ik weet niet of je in het werk bezig blijft. Je moet wel onthouden, als je in een patatkraam staat, dan ga je naar patat ruiken. Hè? Als je in een viswinkel staat, naar vis. En als je in dit werk blijft, naar de dood. Dus daar moet je echt rekening mee houden, want geen zeep haalt dat weg. Nee. Stop de miet erop. Meneer Faber? Stop de miet erop. Ja, maar dat ga ik zo doen, maar ik wou nog even doeg zeggen. Dat kan wel gestolen worden, die doeg van jou. Hoer. Nee, maar ik had het zelf niet anders niet bedacht. Dat was. Nee, je hebt niks bedacht. Nee, maar dat stond in de brief, meneer Faber. Je bent een hoerenkind. Je bent een verraadster. Je laat iedereen in steek. Nou, ik had het anders huis niet zelf bedacht. Dat stond, dat stond toch in die stomme brief van de VCCG. Meneer Faber, ik kan best even open doen, dat ik gewoon even doeg kan zeggen. Nou, secreet. Ga dan weg. Nou, ik... Ga dan weg. Ik ga nu weg. Nu ga ik weg. Ga dan weg. Wil je nog een koekje voor onderweg? Kaat, stop maar rot koekjes. Kleine zuster. Ja. Nou, was dat nou zo moeilijk? Trieste aangelegenheid, hè? Ja.
Ik vond de kleine zuster wel wat hebben, hoor. Ja. Nee, die had zeker wat. Nee, er zat geen kwaad bij, echt. Dat kan je zeker zeggen. Er zat geen kwaad bij. Er zat echt geen kwaad bij. Bos, er zat geen kwaad bij. Nee. 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 Kom op, Faber! Goh. Rennen, man. Ja, maar hoop op het beste. Ja. Maar kleine zuster is weg. Kleine zuster is weg. Ja, 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 weg. Faber is weg. Faber is weg. Faber is weg, ja. Voor zolang als het duurt. En de hoofdzuster. Hoofdzuster is ook weg. Hoofdzuster is ook weg. Ja. Ze zijn allemaal weg. Ja. Heb jij nog wat van je neven? Ja. Ja, stem. Kijk, zo deden we dat vroeger. Ja. Zo. Hop, nou, jongen. Dan ga je, Beekman. Kijk uit, er komt er nog een. Hé. Kom er nog een aan, Bos. Wie heeft er trek in een joint? Goedemorgen, zeg. Kom op, mij ook eens proberen. Hebben ze? Oh, lekker! Hebben ze? Jippie! Het is het, sigaren! Heel lekker. Ah, kijk eens, een mooi spul. Op de game! Oh! Heus! Oh, godzame zeg! Wacht even hoor. Nou, dit is lekker spul, dit is lekker spul. En deze? Nou, die kun je ook nemen. Ja. Wat ze erin zien, weet ik niet. Nee. Goeiemorgen! Ja. Thank you.
Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom binnen dan. Dat is ons in de bezemkast. Ja, doe maar. Lekker. Goed. Yes. En de tafel. Doe maar. En de wieg. Hop, chicken. En de doe maar. En de vooruit maar. Juist hem, Verzeil! En op de grond. En op het kastje. Juist hem! Op de schilderij. En op de spelletjes. Juist hem, Verzeil! En op de grond. En in de dieren. En op de stoel. En op die stoel. En doe maar gewoon. Ja, doe maar. Doe maar. Zo, dat ging goed. Dat ging lekker makkelijk. Je zou toch wel eventjes in elkaar stompen? Nee, maar het ging zo. Ik had hem zo ervoor. Hier van achter in het oor heb ik hem zo erin. Plaats ging zo, plaats tegen de grond. Oh,